5 april 2018, kijkers en luisteraars, goedemorgen. We zijn er weer met een nieuwe man, Tintaki, vanuit de uitzendstudio's van de STVS. En natuurlijk zenden we het dan ook vandaag simultaan uit met de SRS op de 96.3. U volgt het ook wereldwijd, www.radiosrs.sr. Wat is er gebeurd in de afgelopen uren, laat me zeggen het afgelopen etmaal in Suriname? Vijf ministers zijn beëdigd door zijn excellentie president Desiré Dalano Bouterse. We gaan daarop voortborduren, want we hebben dan ook zo gesprekken gevoerd met de nieuwe ministers. En dat zullen we dan ook vandaag aan u tonen in deze Mantintaki. Onze president heeft gisteren tijdens de beëdiging een toespraak gehouden. En ook dat zullen we nader belichten. Onder andere heeft de president gesproken over de zwakke en de sterke zijde van de regering Bouterse 2. En een aantal zaken heeft hij dan zo opgezomd. En we vinden het toch van belang om die vandaag met u te delen. En dat we dan zo erover nadenken. We hebben ook gasten uitgenodigd. Jammer genoeg hebben we nog geen enkele gast gezien. Maar we gaan ervan uit dat die zich dus aan hun afspraken zullen houden. Lilian Ferrier, die is de nieuwe minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Stanley Getrouw, die is de nieuwe minister voor Justitie en Politie. Lekram Surjan, de nieuwe minister voor Landbouw, Veeteelt en Visserij. En dan hebben we Lalini Gopal, de minister nu voor Sport en Jeugdzaken. En ook Stefan Zang. Stefan Zang, die kennen we. Hij is DNA-lid geweest. En zelfs in 2010 ook gekozen als DNA-lid van de NDP. Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, daar zal hij dus leiding aan moeten geven. En we moeten zeggen dat hij toch vertrouwd is met alles wat er gebeurt rond handel, industrie en toerisme. Hij is in het parlement ook de voorzitter van de vaste commissie geweest. En heeft ook jaren gezeten in het bestuur van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Dat is dus Stefan Zang. We willen gaan naar de volgende beelden. En dan hebben we dus gesprekken gevoerd met onder andere Lilian Ferrier. Lilian Ferrier, die kennen we dus als een pionier als het gaat om de kinderrechten in Suriname. Ze heeft ook een foundation voor human development. En jaren heeft ze ook zaken gedaan rond kinderen. Ze heeft dan ook zo in het verleden kinderprogramma's gehad op de SRS. Dat weten we nog, elke zaterdag was dat zo. En de kinderen die deden dan volop mee. Een kinderclub welke er werd gehouden op de radio. Dat is dus Lilian Ferrier. Aan de andere kant hebben we dan Lekram Surjan. Hij is ook een gewezen parlementariër van de VHP. En tussen 2005 en 2010 heeft hij het reisdistrict Nikkeri vertegenwoordigd. Hij heeft ook een agrarische achtergrond. Hij heeft ook een academische graad in de agrarische wetenschap, als ik dat zo moet zeggen. Wat weten we nog meer van deze Lekram Surjan? Dat hij dus ook nog kwam op de televisie daar in Nikkeri met programma's om de agrarische sector toch zo te belichten. Wat men allemaal moet gaan doen om beter te planten in Suriname. En ook nog wat men moet gaan doen als het gaat om dat van de paddy. Welke paddiesoorten hebben we nodig om een betere oogst te krijgen? Wel, daarvoor heeft hij zich ingezet, ook in het reisdistrict Nikkeri. En we zijn er eigenlijk naar benieuwd wat hij dus zal doen als minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij. En dan aan de andere kant, dat gesprek hebben we ook gevoerd met Stanley Getrouw, de nieuwe minister van Justitie en Politie. Die kent het ministerie. We weten dus dat hij in een aantal belangrijke posities heeft gezeten binnen het ministerie van Justitie en Politie. Vooral als het gaat om dat politieapparaat. We hebben dan ook zo een gesprek met hem gevoerd. Deze gesprekken zullen u dus voorhouden in deze Mantintaki. En dan komen we dus op dat gedeelte van de president. Hè. De president heeft gisteren in zijn toespraak een aantal zaken toegelicht. En hij heeft dus in alle eerlijkheid aangegeven
welke zaken goed zijn gegaan en welke zaken een beetje minder zijn gegaan. En vandaag in deze Mantintaki willen we dus daarover hebben. De president die heeft aangegeven welke zaken dus minder goed zijn gegaan in de afgelopen periode. Vooral wanneer we kijken naar dat wat er gebeurt op het prijzenfront, is de president dus goed op ingegaan. Zaken die te maken hebben met de volksgezondheid, daar moet er verbetering in komen. Ook daarop is de president ingegaan. En hij is ook ingegaan op zaken die te maken hebben met belangen van alle burgers hier in ons land. Vooral wanneer het gaat om ambtenaren. Het lijkt heel eenvoudig, zegt hij. Maar wat er in de afgelopen periode is gebeurd, is dat de salarissen van alle ambtenaren plichtsgetrouw zijn uitbetaald. En dat er daarin helemaal geen gap in is gekomen, zoals dat in andere landen wel gebeurt, die te maken hebben met zo'n economische crisis. Er zijn zelfs landen waarbij er in de afgelopen 6 maanden geen salarissen zijn uitbetaald. Ja, het is een mondvol, maar ik heb je dus zo gereed gemaakt voor de gesprekken die er moeten komen. We hebben gesproken met Lilian Ferrier, maar laten we dat dan voorop stellen. Gisteren een leuke verrassing ook, want kinderen die zijn erbij gekomen om de nieuwe minister toe te zingen. En het ging dan ook om een lied waarbij er werd gewezen op de liefde voor het land Suriname. En nu kijken we naar het moment van de beëdiging van de ministers. En Lalini Gopal hebben we dus nu in beeld. En nu ook de heer Stanley Getrouw, de nieuwe minister van Justitie en Politie. Hier nog een felicitatieronde. En gesprekken die er dus zo eromheen worden gevoerd. En dan gaan we dus nu naar dat moment. Suriname houden en wees trots op Suriname en zorg goed voor het land en voor elkaar. Oké? Minister Ferrier, STVS, goedendag. Uw eerste reactie als u dit zo hoort van de kinderen? Dit is het lied wat we in het kader van Wereldgebedsdag voor Suriname gemaakt is, gecomponeerd is. En bij mij gaat het erom, elk kind moet dit zingen. We moeten die liefde voor Suriname, dat prachtige Suriname, want dat is wat ze zingen, dat moeten we nu in ons hart gaan uitdagen. En het maakt niet uit hoe jong je bent, dat moeten we ze leren. Neemt u dat ook mee als minister, nieuwe minister? Tuurlijk. Ik heb de afspraak. Kijk, ik ben in eerste plaats een kind van God en kinderen zijn een geschenk van God. En bij mij hebben kinderen altijd prioriteit gehad. Ik ben al 40 jaar een kinderrechtenactivist. Het belang van het kind moet voorop staan. Altijd. Omdat anders hebben ze geen toekomst. Hun kansen worden al kapot gemaakt vanaf dat ze op school komen. Misschien vanaf ze geboren zijn. En dat kan niet. Dus het belang van het kind, artikel 3 van het kinderrechtenverdrag, absolute prioriteit. En al die talenten die ze hebben, ontwikkelen, kinderen kansen geven, daar gaat het om. Begrijp je? Dus ja, ik ben altijd zo geweest, of bij mij is niks veranderd en ik ga gewoon door. Alleen, nu heb ik een beetje meer, nu ben ik een betere positie om het inderdaad te gaan uitvoeren.
Ja, de nieuwe minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. En dat is dus Lilian Ferrier. We hebben ook een andere minister gesproken. En dat is dus Lekram Surjan. En ja, zijn eerste reactie geeft hij aan ons. Mijn eerste reactie? Het is een eer. Maar tegelijkertijd ben ik bewust dat er een zware taak, dat ik een zware taak op me heb genomen. Dus ik ga alle personen die een bijdrage kunnen leveren, moeten betrekken om het werk te doen. Ik weet ook dat we niet alles gaan kunnen realiseren. Middelen zijn beperkt, uitvoeringscapaciteit is beperkt, maar we gaan proberen het beste ervan te maken. U weet met welke bagage u bent gekomen als we kijken naar de kritiek en alles wat er omheen is gezegd om uw beëdiging. Hoe kijkt u naar dat alles wat er gezegd is? Kijk, kritiek moet er zijn. Alleen denk ik dat het goed is dat mensen realiseren dat er een grens is. Kritiek moet niet overslaan tot beledigen. En ik hou van kritiek. Dat gaat me alert houden. Dat gaat me ook kritisch houden in mijn job. Dus die mensen moeten er ook zijn. Er is altijd een balans in de natuur. Dus ik bekijk het positief. Geen invloed op uw profileren als minister? Nee. Ik denk dat ik juist harder mijn best ga doen, omdat die kritiek er is. En misschien beter presteren zelfs. Kijkt uw omgeving ernaar, dat de mensen dicht bij u, daar u die stap gemaakt heeft? Ik heb eerst overleg gepleegd met hun. Het heeft natuurlijk wat tijd gekost om het besluit te nemen. Maar ik heb gekeken naar wat het overgrote deel zegt. Ik heb gekeken naar het groter belang. En natuurlijk zal er altijd wat kritiek zijn. Nee, het is privébelang. Ik wil mezelf settelen. Maar er zijn tal van andere mogelijkheden om je persoonlijk belang te dienen dan in de ministersfunctie, zeg maar. Dus ik heb echt eerst de naasten geraadpleegd, familie, vrienden en dan het besluit genomen. Dus ik denk dat zij ook vrij positief zijn. Met welke instelling gaat u op het ministerie starten? Pardon? Welke instelling start u op het ministerie als nieuwe minister? Samenwerken is de sleutel tot succes. Dat is mijn slogan. We hebben iedereen nodig. Iedereen, gewoon iedereen. Ik heb dat ook met de president afgestemd. Dat we iedereen gaan betrekken die een bijdrage gaat kunnen leveren. Ik hoorde de agrarische sector een van de speerpunten die zijn aangehaald tijdens de toespraak van de president. Diversificatie, ja. Dus een extra zware job voor mij. De verwachtingen zijn dus nog steeds hoog gespannen. Alles wat er dus moet gebeuren op het ministerie van de Landbouw, Veeteelt en Visserij. Lekram Surjan die is dus sinds gisteren aangetreden als minister op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Wat ons allemaal bezighoudt, of laat me het zo zeggen, en ieder kijkt er naar uit hoe het allemaal zit met de veiligheid in het land. En dat is dus ook een heel teer onderwerp, niet alleen in Suriname, maar overal in de wereld. Het moment dat een regering aantreedt en het moment dat er een nieuwe minister aantreedt, is het gelijk de vraag van hoe zal het beleid eruit zien. En ook deze vraag werd gesteld aan de nieuwe minister van Justitie en Politie, de heer Stanley Godrow. Sowieso de bestrijding van de zware criminaliteit. Ja, en ook de preventie. Ja, van de criminaliteit mogen we niet uit het hoofd verliezen. De samenleving gaan we sowieso daarbij betrekken. Er zijn tal van zaken. Op het ministerie moet er een rustig gevoel wederkeren. Ja? Het personeel zal sowieso betrokken worden. Het personeel moet gemotiveerd worden, geïnspireerd worden om eigenlijk toch tot het uiteindelijke te geraken. Hoe goed kent u het ministerie? Ik heb 24 jaar mogen dienen bij het Korps Politie Suriname. Aan het eind van mijn carrière gaan bij de politie heb ik als beleidsmedewerking bij het ministerie mogen dienen. Vrij goed. Je mag een zo goed gemotiveerde minister zijn, maar als jij kampt met heel weinig middelen, financiën, hoe is het werken? Hoe is het iedereen gemotiveerd krijgen? Hoe is de pakkans natuurlijk buiten? Nou,
Ten eerste gaan we sowieso prioriteiten stellen. Ja, welke zaken nodig zijn, primair nodig zijn. Daarnaast, die motivatie moet er sowieso plaatsvinden. Daarnaast zal ik wel, zoals nationaal als internationaal, kijken van hoe wij de mensen zover kunnen krijgen om bepaalde zaken te kunnen financieren. Dus ik ben goed gemotiveerd. Ja, ik heb geloof. Ja, en als je mensen kan krijgen op hetzelfde niveau, dan denk ik wel dat het lukt. Want we kunnen er sowieso niet bij de pakken neerzetten. Toch? Wat mij betreft, want er zijn nog andere collega's, een veelgehoorde vraagstuk is het indammen natuurlijk van de georganiseerde misdaad, de om zich heen grijpende drugscriminaliteit, hangjongerenproblematiek moeten we natuurlijk ook niet uit oog verliezen. Nee. Kortom, er zijn een aantal delicate vraagstukken waarmee u direct gaat dealen. Heeft u het antwoord reeds klaar of moet u nog gaan nadenken? Nee. Het Korps Politie Suriname zal sowieso een bijdrage leveren. Ik heb ook al bepaalde gesprekken gevoerd. De plannen zijn al geschreven. Dus men wacht slechts op het zijn om uit te voeren. Dus de jongens buiten, de georganiseerde gasten buiten, die zijn gewaarschuwd? Ze zijn gewaarschuwd. En de gemeenschap zal het merken. We leven er naartoe. Ja? Want het zijn ook onze kinderen die vrijelijk door het leven moeten gaan. Ja, het zijn ook onze kinderen die vrijelijk door het leven moeten gaan. Dat was Stanley Getrouw. Hij is gisteren ook beëdigd door onze president, zijn excellentie Desiree Delano Bouterse. We hebben dus vandaag 3 ministers gebracht. We hebben dus nog 2, Lalini Gopal en ook nog Stefan Zang. Zij werden gisteren ook beëdigd. En zoals de president heeft aangegeven gisteren, is dat er op 9 april aanstaande ook een andere beëdiging zal plaatsvinden. En dan wel de nieuwe minister voor het ministerie van Volksgezondheid. We nemen een break hier tussen. Zometeen ben ik dan bij u terug met mijn gast vandaag in deze maand in Taki. En dan praten we ook over de zwakke en de sterke punten zoals die zijn aangehaald door president Bouterse gisteren tijdens, niet alleen tijdens de persconferentie, maar ook tijdens zijn toespraken bij de beëdiging. Go!
We zijn nog steeds bezig met Mand en Takkie hier op de STVS en dan simultaan met de SRS. Mijn gast vandaag in deze Mand en Takkie is beleidsadviseur op het ministerie van Sport en Jeugdzaken, Reinel Enfield. Goedemorgen. Goedemorgen. Hij heeft ook nog een aantal functies bekleed, geweest een CARICOM-ambassadeur en geweest een jeugdparlementariër. Hij bent nu eigenlijk nog steeds bezig met het jeugdbeleid. Klopt. Ja, u hebt een nieuwe minister. Precies. Oké, hebt u de minister al ontvangen? Ja, sowieso. Dat hebben we dus gisteren gedaan en dat was een heel plechtig moment. Mm-hmm. Wat zijn de verwachtingen eigenlijk? Nou, de verwachtingen zijn dus dat we sowieso verder zullen gaan met die ontwikkelingen en proberen om op een versneld tempo zaken gerealiseerd te krijgen. We snappen wel de situatie waarin we zitten, maar de nieuwe minister heeft dus aangegeven dat ze precies weet waar het geld zit, omdat ze contacten heeft met de diverse ambassades en met de VN. En er liggen potten waarbij wij als Surinamers uit kunnen putten. Alleen moeten we dus onze mensen aan het werk zetten om de projecten te schrijven en uit te voeren. Ja. Eigenlijk om het geld uit die potten te halen. Nu wil ik weten, om beleid te maken of om sportbeleid, heeft het wel geld nodig? Nou, sowieso. Onderschatten we dat? Ik denk dat we in Suriname sport onderschatten. Sport is niet gewoon wat wij vaak genoeg zien we sport als, weet je, we gaan een kick nemen. Nee, sport is een industrie. Sport is een money-making industry. Als je kijkt hoeveel miljarden US dollars verdiend worden door de sport als industrie, daar is waar we naartoe moeten gaan. Kijken we bijvoorbeeld naar landen als Jamaica, dan zie je dat ze $300 miljoen gewoon investeren in hun sport en dat sport gewoon zwaar op hun politieke agenda speelt van bijna alle partijen, omdat sport geld naar binnen brengt. Verdien je dat geld terug? Helemaal. Als gemeenschap, als overheid? Klopt. Kijk, als gemeenschap verdien je dat geld met topsport terug, toch? Omdat je stadions hebt, je hebt je televisierechten, je hebt de andere facetten. Je hebt ook die meerwaarde wanneer mensen naar je land komen voor die grote sportevenementen, de hotel. Dus het heeft een spin-off effect. Mm. Alleen maken wij op dit moment nog niet voldoende gebruik van die mogelijkheden die er zijn. Ja, we hebben dus een nieuwe minister op sport en jeugdzaken, Lalini Gopal. En voor de resterende 2 jaar van deze regeerperiode, want op 25 mei 2020 hebben we dan de aanstaande verkiezingen. We hebben het vaker gehoord van de ministers die komen, die hebben ondersteuning nodig van hun personeel, hun staf en zo. Wat er eigenlijk daarmee bedoeld? Kijk, als minister, de ministers geven eigenlijk vooral het beleid aan waar ze naartoe willen gaan. En dan zijn het jouw deskundigen, de mensen, je personeelsleden die eigenlijk dat werk zo'n beetje samen met de minister in elkaar zetten. Maar personeelsleden behoren de minister toch wel te ondersteunen? Sowieso. Zie ik het te gemakkelijk? Kijk, ze behoren de minister te ondersteunen. Dat is hoe het staat geschreven in de letter. Ja. Maar vaak genoeg weten we dus dat mensen, vaak genoeg willen mensen werken. Ze willen niet werken. Mm. Ze willen een werk, maar niet werken. Ja. En wanneer je gemotiveerde mensen hebt en mensen die weten van, nee, ik ben volwassen, tot dan praat ik over vakvolwassenheid, want je kan vakkundig zijn, maar je bent niet vakvolwassen. Mm-hmm. Dan heb je wel een probleem, ja. Ja. Maar wanneer ze die vakvolwassenheid hebben, het verantwoordelijkheidsgevoel, ze weten van, als ambtenaar ben ik daar om te dienen, mijn land te dienen. En de minister die met het beleid komt, waar we naartoe gaan, die richting, dat wij al onze kennis daar zetten om uiteindelijk dat beleid op papier te zetten en uit te voeren. Ja, oké. De hoge verwachtingen eigenlijk naar richting 2020. Dat moeten we eruit destineren. Klopt. Kijk, die verwachtingen zijn niet alleen naar 2020. Als ambtenaar werk je niet van verkiezing naar verkiezing toe. Als ambtenaar werk je voor je nageslacht. Toch, je werkt voor de toekomst van Suriname. En je maakt korttermijn beleid. Je maakt middellangtermijn en je maakt langtermijnbeleid. Waar willen we zijn over 5 jaar? Waar willen we zijn over 10 jaar? Waar willen we zelfs zijn over 30 jaar? Vooral als we praten over jeugdbeleid. Omdat jeugdbeleid is gericht op jongeren. Dat hun toekomst, wanneer ze volwassen zijn, dat ze een goed leven hebben. Verder heb je bijvoorbeeld het sportbeleid. Richt zich niet tot 1 jaar, omdat binnen 1 jaar krijg je geen topsporter. Een topsporter begint eigenlijk, je begint hem te ontdekken wanneer hij 6, 7, 8 jaar is. En dan begeleid je hem tot zijn 14e. En tussen zijn 14e en 18e zie je zijn topprestaties. Ja. Dus je snapt, het is een langere termijn, maar je moet wel nu gaan inzetten.
Ja, daar gaat het eigenlijk om. Klopt. We gaan naar de president, onze president. En die heeft gisteren gesproken over de zwakke en de sterke punten van de regering Bouterse 2. En we blijven heel even inhaken op de zwakke punten, zoals zij die heeft aangekaart gisteren. En ik nodig mijn gast ook uit om te gaan luisteren en te gaan kijken, samen met u ook thuis of waar u ook bent, naar wat de president allemaal daarover te zeggen had gisteren. We noemen u in het verband van onze zwaktes, van onze beleidsvoering, de afgenomen levensstandaard van ons volk, die sinds de noodzakelijke devaluatie van de SRD in januari 2016 nog niet het niveau van toen heeft kunnen bepalen. Op het prijzenfront is de situatie voor de consument nog weinig vrij te noemen. Een taai probleem is nog steeds de hoogte van de wisselkoers die, ondanks het feit dat zij een bepaalde stabiliteit in het laatste jaar heeft getoond, nog niet tot een beter, werkbaar en productiestimulerend niveau is gedaald. We halen verder aan de achterstand in betalingen door de overheid aan hen die rechtens in aanmerking komen voor betalingen. Voorts noemen wij de niet zelden voorkomende late betalingen aan diverse dienstverleners en andere door de overheid, waardoor belangrijke onderdelen van ons bestuur en onze economie tijdelijke stagnaties ondergaan. We noemen in verband met de zwaktes in onze beleidsvoering tot slot de vele gecompliceerde problemen die in onze medische sector voorkomen. Met man en macht bleven en blijven wij proberen om uit deze zeer moeilijke situatie in onze medische sector te geraken. We hopen beter. We zijn ervan overtuigd dat wij met de steun van alle stakeholders er het beter van zullen maken, zodat kwaliteitsgezondheidszorg voor allen betaalbaar en bereikbaar is en blijft. En dat zei dan onze president gisteren bij de beëdiging van de ministers. We blijven dan twee van deze zaken vasthouden, zoals de president heeft aangehaald. Dat van prijzen in de winkels, de hoogte van de koersen, maar laten we zeggen de prijzen in de winkels. En dat andere is dat van het garanderen van de gezondheidszorg. Dat zijn twee uitersten die we dus vastgrijpen. Maar we gaan naar het eerste. De heer Reinel Enfield heeft ook op de kandidatenlijst gestaan van de NDP in Paramaribo in 2010. En hij stond op plek 17, eigenlijk om te komen naar het parlement. En we weten ook dat hij in 2016 ook bezig is geweest met dat van de prijzen in de winkels. U had toen een campagne opgezet. En toen was het van nou, de prijzen moeten omlaag, want we merken dus dat in de winkels de prijzen varieerden toen. De woorden ga ik dan gebruiken wat u zei toen. Men maakte er een potje van. Klopt. De gemeenschap die leidt eronder. Wat is er daarmee gebeurd? Ja, we zijn dus gestart. Meeniem wat de president zegt. Klopt. We zijn dus gestart met het burgerinitiatief, zoals wij het noemden. Dat was een initiatief vanuit de burgerij. En wat heb je dus toen gehad? Omdat die koers heel snel is gestegen, had je dat de prijsverschillen voor dezelfde producten in diverse winkels ver verschilden. Bijvoorbeeld een blikbruine bonen kostte in winkel A bijvoorbeeld 8 SAD en in andere winkels was hij 11 SAD, zelfde merk. Wat hebben we namelijk gehad nu, na 2 jaren? Nu heb je ongeveer wel uniforme prijzen gehad. We merken dus dat de winkeliers zelf hebben ingezien dat de consument slimmer is gaan shoppen. Om het zo te zeggen, ze kopen slimmer.
De consument koopt niet à la Dol eerste beste winkel, maar ze kopen werkelijk producten waarbij ze weten van oké, deze winkel is toch een SRD, twee SRD'tjes per product goedkoper, omdat het uiteindelijk toch scheelt wanneer je een aantal producten koopt. En dat is er dus gaan gebeuren op dat vlak van eigenlijk koopgedrag van onze consument. Mm-hmm. En we hebben gezien dat heel wat winkeliers daarop zijn gaan inspelen. Nu merken wij dat wij een zwakkere, dat de US dollar zwakker wordt ten opzichte van de euro. Ik weet niet als de president van Amerika bewust daarmee bezig is, zodat zijn producten goedkoper worden om te exporteren. Maar heel wat van onze producten importeerden we uit Europa. Wij merken dat die producten duurder worden. Als je nu op naar de schappen gaat, merk je dat bruine bonen, een aantal producten die vroeger kwamen uit Europa, nu uit andere landen komen, vooral Latijns-Amerika, omdat die werken met de US dollar, waardoor die dan naar Suriname toe goedkoper worden. Ja. Toch is gisteren ook de vraag gesteld, en pardon, dat hebben we dan ook meegenomen, van ja, de prijzen zijn nog steeds duur in de winkel. Wat moet daaraan gedaan worden? Kijk, de prijzen gaan duur blijven. Omdat de prijzen altijd een valutacomponent hebben, toch? Ze worden opgekocht in dollars of in euro's. Wil je dat de prijzen moeten dalen, dan zou je eigenlijk als land meer moeten produceren. Toch? Omdat wanneer je produceert, heb je dus dat je het in SRD's produceert. En dan kan hij goedkoper. We kijken bijvoorbeeld, als we kijken naar onze importen, dan zien we dat ondanks we een agrarisch land zijn, we heel veel producten die we eten, gewoon importeren. Producten die we hier zelf planten. En soms zelfs duurder. Broccoli groeit tegenwoordig goed. We zien dat een aantal mensen bezig zijn met broccoli. Dat moet dus vooruit gaan. We zien hetzelfde met bloemkool, paprika. We importeren paprika. Terwijl we een van de vruchtbaarste landbouwgronden hebben. Ja. We importeren een aantal van die producten. Ja. En daardoor heb je steeds meer dollars nodig. Op dit moment hebben we wel één geluk. We exporteren op dit moment wel meer dan we importeren. Maar qua die landbouwproducten zeggen we, we moeten dus harder gaan werken. Dat moeten we dus gaan opvoeren. Klopt. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld kippen. Als we kijken, dus nu zie je dat heel wat Surinamers over zijn gegaan op het telen van kippen, gewoon omdat we onze lokale markt hebben beschermd. En ik denk dat we met een aantal andere producten onze lokale markt moeten beschermen. Het is een proces, de prijzen gaan niet direct omlaag gaan. Men moet niet verwachten dat die prijzen weer worden als voor 2016. We moeten wel realistisch en eerlijk zijn. Die prijzen kunnen wel met een aantal SRD'tjes gaan droppen, maar al te veel gaan de prijzen niet droppen. Zolang wij niet steeds meer en meer produceren. Omdat het leven is vraag en aanbod. En vaak ga je mensen horen zeggen van, ja, maar kunnen wij die prijs niet bepalen? Nee, we kunnen het niet bepalen. We zijn lid van WTO, we zijn lid van diverse handelsblokken, waarbij je de prijs niet bepaalt. We hebben wel een lijst van basisgoederen waarvoor er een bepaalde winstmarge is. Ja. Maar de prijzen worden geplaatst door vraag en aanbod. Iemand kan bijvoorbeeld jou niet komen zeggen, jij moet jouw jacket verkopen voor 4 euro of voor 4 SRD. Jij bepaalt of je het verkoopt voor een bepaald bedrag en de consument bepaalt of ze het kopen. Ja. Natuurlijk, hoe meer mensen een bepaald product maken, daar heb je concurrentie, dus je gaat kijken van oké, als ik te duur ben, gaat niemand bij me komen. Ja. En vandaar dat we meer producenten nodig hebben. We hebben meer producenten nodig. De president heeft dat gisteren ook aangehaald. En als we willen dat zaken goedkoper worden in de winkel, zo kan het eigenlijk erop neer. Als we het zelf produceren, zorgen we dan wel ervoor dat het goedkoper wordt. De zienswijze van de president, ondersteunt u dat? Sowieso ondersteun ik de zienswijze van de president. Omdat de president eigenlijk dat wat ik daarnet heb verwoord heeft aangegeven. Toch? Het is iets moeilijker en dat beaamt de president ook. Hij beaamt dat het iets moeilijker is, maar hij geeft ook aan van er zijn een aantal zaken die wij dus moeten overbruggen als natie om het goed te hebben. En ik zeg op zich, is misschien die crisis, ik zal niet zeggen dat het goed is, maar soms als natie is het noodzakelijk dat je in een bepaalde schok terechtkomt om bepaalde maatregelen te treffen die Talibi egoi net, ik de maatregelen, Kotak en zo. Toch, we hebben een stabilisatiefonds, we hebben een aantal dingen, onze wetgeving is veranderd. Er zijn een aantal randvoorwaarden nu gecreëerd
dat zo'n crisis, dat we niet meer in zo'n crisis komen. De subsidies worden afgeschaft, totdat we uiteindelijk gaan leren omgaan met onze energie. Bijvoorbeeld op dit moment, vroeger had ik heel wat gloeilampen, nu heb ik alleen ledlampen. Ja. Toch gewoon, ik heb gezien, ik moest die investering doen, omdat ik betaal nu waarvoor ik gebruik. Vroeger betaalde de overheid 80% voor stroom die ik gebruik. En dat kan toch niet? Eigenlijk kregen we bijna alles gratis. Nu leren we volwassen te worden met de producten die wij zelf gebruiken. Dat niet de overheid het voor ons betaalt, maar dat wij het betalen. Daardoor worden we ook zuiniger. We laten lampen niet zomaar aan, we strijken niet de hele dag, we gebruiken de dure waterkoekers niet meer. De mens wordt daardoor ook bewuster. En aan de andere kant is het ook heel goed voor het milieu, omdat doordat je minder energie gebruikt, krijg je minder CO2 in die atmosfeer. Ja, Reinel Enfield hebben we dus vandaag in Mantintaki. En hij heeft 2 jaar terug, is hij bezig geweest met een campagne om toch wel te kijken wat we dus allemaal eraan doen om prijzen goedkoper te krijgen in de winkels. Klap. Wat is er dus van terecht gekomen? Kijk, het was niet direct alleen de prijzen goedkoper. Het was dus die oneerlijke prijzen die je had. Of wat je toen had, dat hetzelfde product in winkel A veel duurder was dan winkel B. En vooral in de randgebieden, de gebieden waar de winkels ver van elkaar stonden, daar had je dus dat winkeliers misbruik maakten. Maar die winkelier weet dat je voor 1 blik geen 2 kilometer verder gaat lopen om een product te kopen. Maar dat is gelukkig nu genormaliseerd, dus dat eigenlijk dat niet meer speelt. Je ziet dus on en bij toch wel uniforme prijzen qua producten, omdat ook die winkelier doorheeft van wacht even, als mijn product nu werkelijk te hoog is. De consument let nu letterlijk op de centen. Je kan zeggen, we're going Dutch, we gaan een beetje als we de Nederlanders te werk gaan. Je maakt je budget, dit verdien ik, dit kan ik uitgeven, dus je gaat niet à la dal meer kopen. Ja. En die winkeliers hebben ook opgemerkt van, de winkeliers die niet al te eerlijk waren, die hebben hun winkels moeten sluiten, omdat uiteindelijk mensen niet meer naar je gaan komen. Ja, dat is dus de naakte waarheid, klap, de realiteit waarin we leven. We gaan goede tijden tegemoet. Dat was dan eigenlijk al voor de verkiezingen van 2015 aangegeven. Dat we dus zouden gaan, we zouden in moeilijk weer terecht komen. En zo rond 2018-2019 zou het getij keren. En dan zouden we dus betere tijden meemaken. Wel, het lijkt bewaarheid te worden wat we dus ook meemaken. En dat is dus dat de prijzen op de wereldmarkt voor onze mijnbouwproducten, dat die aan het stijgen zijn. En dat betekent dus ook dat de staatskast er beter voor staat eigenlijk. Maar toch zijn er valkuilen, wordt gezegd. U bent ook politicus. Valkuilen, zijn er valkuilen? Okay, wanneer we een goede periode gaan meemaken, denkt ieder van maar en, toch om de voorzichtig. Kijk, weet waarom we voorzichtig moeten zijn? Dan ga ik teruggaan in de geschiedenis. Als we kijken naar voor de Tweede Wereldoorlog, hadden we het een beetje moeilijk. Plantage-economie afgeschaft, we zitten in de boxsheet. Als dan ik go, Nederland hoefde niet iets meer in te springen, we konden onze begroting dekken. Ja. Dus wat ik zeg, we willen onafhankelijk worden. Maar we hebben altijd als natie toch periodes gehad met ups en downs. Op het moment dat het vooral in de wereld slechter ging, als de wereld een crisis had, was het in Suriname goed. Omdat dan bepaalde prijzen, toen er oorlog was, de prijzen van bauxiet stegen. Toen er weer een crisis was in de wereld, de prijzen van goud stegen. Wanneer de economie goed ging, die dollar werd zwak, waardoor de prijs van aardolie duurder werd, we konden meer verdienen. En wat hebben we vaak als natie gedaan vanaf eigenlijk Suriname bestaat? En dat is een vloek die wij moeten verbreken, is dat op het moment het beter wordt, wij dat geld plaatsen in die consumptieve sector. We beginnen dure auto's te kopen, we verbouwen onze huizen. We investeren niet voor wanneer het moeilijker gaat worden. En dat is een van de valkuilen. Wanneer we het goed hebben, vergeten we dat we het ooit eens iets slechter hadden. En dat in het leven je altijd ups en downs hebt. En kijk, bijvoorbeeld nu hebben we een iets slechtere periode. We klimmen eruit, dus we gaan een goede periode tegemoet. En dan moeten we doorhebben van,
als wij een aantal randvoorwaarden niet in place brengen, dat we weer daarin terug zullen vallen. U kunt het merken, om de tien jaren hebben we dat in Suriname gehad. 10 jaren goed, dan heb je een periode waar we naar beneden gaan, dan komen we weer eruit, dan hebben we weer een welvaart. En daarom werd het toen genoemd geen welvaart, omdat we niet hebben gezegd van, we gaan investeren in die duurzame producten. Onze mijnbouwproducten gaan de lucht in, het land krijgt veel geld, er worden verhogingen gegeven, mensen beginnen te bouwen, maar alles kost vreemde valuta's. Maar we produceren die dingen niet. Dus op het moment wanneer jouw land nu minder gaat verdienen, want die prijzen droppen, dan heb je opeens wel een tekort. Ja. En je kan het in het begin kunstmatig je koers stabiel houden door te interveneren. Je geeft die cambio steeds dollars om die koers laag te houden, maar je gaat het niet vol kunnen houden. Dus uiteindelijk moet je die koers loslaten als wat nu is gebeurd. Ja. En laat die marktwerking de koers bepalen. Mm-hmm. En wij moeten dus verstandig omgaan met wanneer je extra geld maakt. Toch hetzelfde wanneer je een bedrijf hebt. Je hebt bepaalde periodes waar je bedrijf, weet je hebt een vruchtenbedrijf en je hebt bepaalde periodes waar je ziet van, no man, bijvoorbeeld pomptijers. December, een pomptijer is serie. Dat weet iedereen toch, want iedereen gaat pom bakken. Mm-hmm. Maar dat geld dat je verdient in de maand december voor je pomptijer, is misschien zelfs het dubbele dat je in al die andere maanden verdient. Maar je hebt 2 dingen dat je kan doen. Je kan nieuwe machines aanschaffen, je kan je producten diversificeren van als die pomptijers schaarser worden, dat je ook met geraste cassave komt of andere producten. Of je nyamamoni, je libi greed, dat de pomptijerprijs drop, alles aan drop, want mensen kopen niet, dan ga je klagen dat ik boeien aan negoeren. Ja. En dat bedoel ik, dan gaan we weer in die valkuilen. Dan gaan we weer in die valkuilen. Goed, ik bedank mijn gast vandaag. Voor zijn aanwezigheid en Martin Taki, Reinel Enfield. En we kijken er naar uit wat u zelf verder zal doen, ook als beleidsadviseur op het ministerie van Sport en Jeugdzaken. De zakkenpunten hebben we dus daarnet doorgenomen. En de president is ook ingegaan op de sterke punten van het beleid in de afgelopen periode. Het gaat erom dat we komen uit een financiële crisis. Maar in de crisisperiode is het de regering altijd gelukt om garant te staan voor het uitbetalen van de salarissen van de ambtenaren. In de afgelopen jaren heeft de regering ondanks de economische recessie en haar financiële consequenties voor onze staatskas een dusdanig financieel beleid weten te voeren waardoor zij haar ruim 50.000 ambtenaren niet alleen iedere maand prompt hun salaris heeft betaald, maar bovendien deze salarissen en salarisaanpassingen, vakantieuitkeringen en sociale premies steeds op tijd heeft betaald. Ik kan u zeggen, het is wel een enorme inspanning hoor. Het is allemaal zo automatisch gegaan dat het lijkt alsof zulks vanzelfsprekend is. Zozeer dat niemand hierin een hele grote verdienste van de regering ziet. Dat dit kon en nog steeds kan, is een enorme geruststelling immers. Het had ook anders kunnen gaan indien we kijken naar andere landen die in vergelijkbare crisissituaties verkeren en waarbij gedurende maanden het salaris van delen van hun ambtenarij en de particuliere sector niet of volledig konden worden uitbetaald. Ja, onze staatshoofd gisteren bij de beëdiging van de nieuwe minister heeft hij dus toch wel een aantal zaken aangekaart die we dus vandaag hebben behandeld in deze Martin Taki. Er zijn nog een aantal andere punten opgenoemd door de president. Waarin de regering heeft geschitterd. Onder andere het ervoor zorgen dat water en elektra gegarandeerd is en dat er projecten voor uitbreiding zijn uitgevoerd. En ook nog infrastructurele projecten, wegen zijn er aangelegd. Niet alleen in de stad en de districten, maar ook in het binnenland. En er is ook gesproken over het voortzetten van de woningbouwprojecten van de overheid. In een andere Martin Taki komen we dus hierop terug. Ik bedank u voor de belangstelling dan wederom getoond vandaag. Vandaag bij de STVS hebben we dus om 7:15 vanavond
een ander actualiteitenprogramma achter het nieuws. Blijft u dus ook achter het nieuws volgen. Verder volgt u dus alle live reportages ook van de SRS op de 96.3. En voor wat betreft de SRS, nee, voor wat betreft de STVS, dan zijn we er weer bij u met het avondjournaal om 7:30. Goedemorgen. Nationale zender.